zei eerst dat hij het helemaal niet leuk vond met je. Nee, jij vond mijn playlist verschrikkelijk. Maar... Ja, dat was... En Niel vergat te tanken, dat was ook vervelend. Nou, ik denk, als jij dat nu zegt, Jeroen Heijen kijkt altijd, dat we dan sowieso wel weer een lift hebben. Inmiddels zit aan de bar geen Teun Meurs meer, maar Maarten. En Maarten is denk ik iemand die wij... Ja, Jordi, jij denkt, waar komt Maarten nou vandaan? Ik denk dat we het best wel vaak over Maarten hebben. Over mijn werk. Ja, hij komt van zijn werk. Nee, maar Maarten is het brein achter de social media bij DVS 33. Oh, hey. Yes. Barry Power. Ik dacht heel van een Power andere op de plof. Hey, hij is dus niet van Barry Power, dat was de commentator. Maar hij is wel ongeveer van het introductiefilmpje van Barry Power bij de ploeg uit Ermelo. Laten we er even naar kijken. Ja, jij bent eigenlijk niet zo van die aankondige filmpjes, dat heb je net zelf gezegd. Oh, maar nee, toen we deze van Barry zagen, wat zeker zei je wel. Toen? Nee, ja, ik ben denk ik een van de eerste retweets geweest, omdat ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het ook, het heeft ook wel te maken met dat het voor een vereniging is die wat kleiner is zeg maar, dan alle grote spelers. Ik vind de grote profclubs die bij elkaar een beetje afkijken, vind ik heel stom. Maar ik vind het bij Ermelo juist super vet dat jullie gewoon een gelijkwaardig niveau tonen en dat het dan... Dat je het wel eens hebt gezien, maakt voor mij niet zoveel uit. Het maakt het eigenlijk alleen maar mooier. Nou ja, waarschijnlijk zie je ook weinig vanuit Ermelo. Dus, maar nee, dankjewel. Want hoe kwam je hierop? Ja, ik zit eigenlijk best wel een poosje in de PR-commissie bij DVS. En ja, dan gaat het zo, zeg maar, dat je een avond voordat het aangekondigd wordt, krijg je te horen van, joh, Barry Powell, die komt bij DVS voetballen. En toen lag ik eigenlijk s'avonds op bed en toen dacht ik van, ik ga wat leuks in elkaar knutselen. Alleen toen was de volgende dag, was het eigenlijk al 's ochtends stond al op Twitter. Volgens mij Kees Duist, ik weet niet of jullie die naam kennen. ja, legend. Alle legend Twitter-volgers in Nederland kennen Kees Duist. Uit Spakenburg, die had het al ergens opgepikt. En, dus ik heb toen op mijn werk mezelf 2 uurtjes opgesloten. En ik was eigenlijk van plan om 's avonds dan nog wat te filmen. Maar ik had het nu gewoon zo gedaan. En ik weet niet, het werd aardig opgepikt. Ik denk dat het iets van 100.000 keer bekeken was. Dus over het algemeen... Ja, dat is gewoon leuk, weet je. En het maakt me op zich niet heel veel uit. Ik vind het ook gewoon vooral leuk dat je het voor je eigen lokale vereniging doet. Ja, dat maakt het ook hartstikke leuk. Maar dat vind ik sowieso met alles volgens mij. Want wij konden met Cupcourts beelden laten zien. En het wordt zo professioneel opgepakt. Ja, nou, wij doen ook dan die livestream bijvoorbeeld. Bij DVS? Niks te doen in Ermelo. Nee, daar pakken met geld, je keuken uit Ermelo. Maar, nee, ik heb het wel een beetje voor mijn werk, doe ik het ook wel. Dus, wat doe je? Nou, ik ben online marketeer. Ik werk bij Babu van de bakfietsen. Daar, die zie je wel eens rijden. Ja, dat zie sorry je dat wel. Ze jouw maat niet hebben, Lars. En ik maak al wat langer filmpjes en ook wel voor DVS. En eigenlijk is het ook zo dat ik heb 2 kindjes en ik kan niet altijd mee naar de uitwedstrijd. En toen had ik zoiets van, ik vind het wel leuk als ik toch gaan kijken. Ja. Dus dan heb ik een beetje spullen opgezocht, zodat we in ieder geval elke keer... Je hebt gewoon zelf gefaciliteerd dat jullie gelivestreamd worden. Nee, dat we gelivestreamd worden. Dus, dit is toch fantastisch. Maar het klopt dat jullie aardig budgetten ook hebben. Zowel voor spelers als voor dit soort dingen. Nou, het is wel zo bij DVS dat we heel erg gegroeid zijn. En daar wordt wel een beetje natuurlijk regionaal jaloers naar gekeken. Ja. Maar het is wel gewoon, we hebben hele mooie faciliteiten. En daardoor is de businessclub heel erg gegroeid. We hebben niet zoals bij morgen spelen we tegen de Dijk. Ja. Die hadden een geldschieter. Wij hebben gewoon een hele grote businessclub. Echt gewoon een regiofunctie. En daarom is het budget redelijk hoog. En kunnen we Barry Powell... Ja, maar dan moet je budget echt bizar hoog zijn om die nog binnen te kunnen halen, toch? Ja, nee, die rijdt met een dure auto de trein op. Ja, dat klopt. Ja. Binnenkort DWS, all in or nothing. Ja? Ja, denk ik het wel.